Okie dokie, Daily Challenge Chat. We zullen eens gaan zien wat het gaat brengen vandaag. Want dit... Oh. Dit lijkt me... Rusland te zijn. Het is Rusland! Nee, ik denk dat het Odessa is. Oekraïne volgens mij, toch? Als ik het goed heb. Zullen we deze keer een goede Oekraïne doen? Ja. Odessa is hier. Dat is de M5 en de E59. En wat ik zoek is Ustimivak. Ustimivak. Wat ik zoek is eigenlijk ook de M05. Maar hoe ver moet ik daarvoor inzoomen om dat te zien? Dat is hier. Is dat dezelfde weg? Dat is dezelfde weg. Oké, okay, dus dat heeft in principe voor de rest weinig nut. Dan... Kijk, ik kan me niet voor... Het probleem is, omdat Odessa is natuurlijk best wel een redelijk grote stad. Het lastig gaat worden om te bepalen wat dit is. We weten dat het aan het water is. We weten dat we... We hebben Odessa, dus dat is een beginpunt. Maar ik denk niet dat het zo hoog zal liggen. Denk ik. Hoop ik. 20202. Nee, gezien dat ook die T-nummers oplopen, denk ik niet dat. Nou, als je 2406. Had ik wellicht beter kunnen zoeken naar dat Ustimivjaka. Ik kan me bijna niet voorstellen dat heel ver van Odessa. Toch wel. Holy shit. Dat is gewoon bijna bij Kiev. Volgens mij was ik net hier voorbij. Maar goed, ik zie ook nergens, met alle respect, zie ik ook gewoon Ustimivjaka staan. Ik had deze had ik wel herkend als zij nog... Oh, dat is daar. Maar, goed. Oh, nee. Dat is erg. Dit... De eerste wat me te binnen schoot was dat dit Maleisië was. Maar dit zou... Oh mijn god. Oh godzijdank. En wat ik denk dat dit... Even kijken wat op de zoeken is... Denniston en Karamea. En volgens mij Denniston heb ik al een keer ben ik al een keer ergens tegengekomen. Denk ik. Maar dat was op deze, denk ik. Hè? Ja.
denk dat het op deze, op dit eiland was. Toch wel af hier. 77. Dus even kijken, want het 65. 73 was dat. Het is Konara. Ik wil mijn Bindestar op wegnummers weer. Dat is 63. Het zou echt heel oneerlijk zijn als 67 in één keer op het andere eiland is. Ik laat hem even hier staan, dan ga ik even kijken voor de zekerheid of niet hier in één keer een 67 verschijnt ofzo. Maar ik zeg, Danny Storm, dat is een naam die een belletje doet rinkelen, zeg maar. Maar ik weet niet meer van wat. Ik denk niet dat het hier is. Ik denk oprecht dat het op dit eiland is. ...128 kilometer. Nou, ik had wel gelijk. Maar waar zit Tennyston dan? Daar. Dus het was een van die kustwegen. Nou. Hey. Nog verder inzoomen. Dit is. Ik wil Spanje zeggen, maar ik bedoel Italië. Is het een voetbalstadion? Zo ja. Van welke club? Want dat zou wel eens een aanwijzing kunnen zijn. Hopelijk wellicht. Forza. Ja, dat zegt me echt helemaal niks. En zelfs dan. Mocht ik te zien krijgen wat ik, welk stadion dat het is, dan is voor mij ook nog maar de vraag. Dat ik gelijk weet welk club dat het is. Want. Termio Franchi. Ik ben heel eerlijk, ik ken niet. Ik ken niet alle ploegen van Fiorentina. Ja, dat is een plaats. Toch, dat is zo'n plaats. Of word ik nou gek? Ik word helemaal gestoord, nou, echt serieus. Fiorentina komt uit. Oh my god, dat ik dat nou gewoon niet meer weet, hè? Is Fiorentina Turijn? Wie komt er uit Turijn? Mijn hoofd. Ik weet het echt niet. Ik weet echt niet wat. Ik heb maar 48 seconden. Ik weet het echt niet, hoor. Ik moet me eigenlijk misschien maar een beetje schamen. Fiorentina is. Het zou Turijn kunnen zijn, hoor, maar. Napoli, Milano, Verano. Zie je, Florence. Wel Florence. Ik dacht nog gewoon dat het Florence, maar ik denk, oh, dat zal het niet. Damn it. Ik had gewoon mijn dingen moeten volgen, nee.
Dit lijkt mij. Is dit weer Argentinië of gaat dit Uruguay zijn? Of zelfs iets anders? Dit is Spanje. Dit is Spanje. Of is het Portugal? Nou ga ik zitten twijfelen. Ik denk dat het Portugal is, want volgens mij is Rio een Portugees woord en geen Spaans woord. Een van deze zal er toch wel op staan. Wacht, weet je. Er zal vast nog wel een woord staan dat niet. Kijk, dit is een stuk beter. Even kijken nog. Nee, dit is wel. Is wel Spanje. Ik kan het zeggen, het zag er zo raar uit. Ik weet het echt oprecht niet. Je zou denken dat, maar dat is niet zo. Ik begin echt extreem te twijfelen aan mezelf. Oh, hallo. Hebben we VA-wegen? Nee, dat zijn N-wegen allemaal, hè? VA. Is het deze? Ja, oké, okay, top. Vilada. Ik denk dat we daar snap ik moet gaan zoeken als eerste. Ik denk dat dat. Oké. Nou, op het laatste moment zag ik in één keer niet Vilada staan, maar die andere. Ah, godzijdank. En dan is Rio een Spaans en een Portugees woord. Oh, fijn, een tunnel. Het is. Even kijken. Ja, ik weet niet of dat een Engelstalig. Zijn niet in Europa. Voor de rest. Het is een gele taxi. Oh, what the fuck? Nee. Het is een gele taxi. Is dit New York? Waarom? Hoe ben ik? Dit is niet dezelfde tunnel als waar ik toen net in zat. Zo. Daar komt licht. Licht aan het einde van de tunnel. Ik denk dat dit wellicht New York is. Ik denk dat ik wellicht gewoon gelijk heb. Ik had niet zo moeten inzoomen. Dit is. Ja. City Tunnel van Daylight. De Lincoln Tunnel. Ja, ik ken niet genoeg van. Hallo, gaan we laden of niet? Wat zeg ik? Dit is die tunnel. Is dit de Lincoln Tunnel?
om te rollen. Dit is de Lincoln Tunnel. Het enige dat ik nou nog moet weten is aan welke kant dat ik zit. Nou, weet je wat? Ik zat natuurlijk in de tunnel, hè, dus... De vraag is, zit ik hier op... Ik denk dat dit Manhattan is. Denk ik. Dus dan zou ik ietsje meer... Ja, nogmaals, dit is echt nagenoeg onmogelijk, tenzij je echt exact weet hoeveel je geklikt hebt, zeg maar. Nee, ik ben al blij dat ik überhaupt die tunnel uitgekomen ben. The Port at... The Port Authority. New York en New Jersey. Port Authority, ja. Damn it. Ja, die zullen aan allebei de kanten zitten, gok ik. Dus... is iets wat ik... 133 kilometer, nou, dat vind ik zeer acceptabel, moet ik zeggen. Ik heb eigenlijk helemaal niet op mijn score gelet, nee. 22.621, eroverheen. Dat is goud. Wauw. Ik denk degene waar ik het meest heb laten liggen... sure, high score. Dat is die in Oekraïne. Omdat ik daar gewoon dom die wegnummers aan het volgen ben. En die in Italië... Ik had gewoon voor Florence moeten gaan met Fiorentina. Maar... Ik weet nog steeds niet wie het is van Turijn. Is het gewoon... Nou, ik weet niet. Maar dat is twee keer goud achter elkaar, dus... mooi. Allemaal wel net, maar goed. Net is ook goed, dus... vinden we voorlopig goed, zullen we maar zeggen. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. En dan zeg ik... Tot morgen.